Jammer, kan ik het eindelijk goed maken met iedereen? Nou, ik denk dat we dat sowieso heel rustig moeten aanpakken. Ik ga dit zelf doen. Weet je, we hebben het er later nog over. Goed, ik ben er over 2 uur. Vechtend voor de ogen van een verpleegster. Ik schaam me dood. Ja, sorry, het spijt me. Dit kan echt niet. En jij moet je juist niet opvinden, maar hij vloog me ineens aan. Oh, dat hij me maar blijft zadelen. Hij zo vliegend was? Ik ben helemaal niet. Bij zo iemand zou mijn kind moeten opgroeien. Ik zweer dat als je hem of haar ooit met vrienden. Dat is normaal. Hij doet het expres. Zie je dat nou niet? Ik vergeet door hem helemaal te vragen hoe die echo ging. En dit doet hij ook expres? Want nu lijkt het net zo. Vraag het dan zelf, man! Ja, ik had er niet meer normaal nagedacht. Is het dan normaal dat zij tegenover vreemden doet alsof zij de moeder is van Nina, mijn dochter? Dat zij de voogdij heeft gekregen over Ludo's dochter? Dat ze constant met mij om zijn aandacht vecht? Ja, als ik niet zou weten dat Ludo je broer was, zou ik denken dat je verliefd op hem bent. Stuur mij nou weg? Ik raak gestrest van je. Van mij? Van jou, ja. Maar je ziet niet dat hij het doet. Mike, help mij tenminste een besluit te nemen. Dus je hebt meer aan Mike dan aan mij? Zo bedoel ik het helemaal niet. Als jullie nou allebei eerst eens even ontstressen, hè? Zal ik even een kop koffie halen? Als iedereen nou eens ophield met zich met ons te bemoeien. Dat mijn zuster verliefd op mij zou zijn, vind ik echt een absurde suggestie. Maar u heeft wel het gevoel dat uw zuster en uw vrouw om uw aandacht vechten? Nee, eigenlijk niet. Ze stelt zich heel gewoon op. Ja, dat komt. Maxime heeft 2 gezichten. Het vriendelijke is voor Ludo en het boosaardige is voor mij. Beste Lorena, ik hoop dat je deze brief leest en niet meteen verscheurt. Ik wil graag dat je weet dat ik zo ontzettend veel spijt heb. Daar breng ik je moeder natuurlijk niet mee terug, dat weet ik. Maar misschien helpt het als je weet dat ik echt knettergek. Kunnen we dit wel? En Mike er nog bij? Je trekt hem nu al niet. Nou, ik trek het wel als ik weet dat wij er hetzelfde in staan. Dat staan we. En wat maakt het toch niet uit? Alles wat je kiest is goed. Ja, en ik weet dat ik je daar niet verder mee help, maar ik... Dat helpt me wel. En ik weet gewoon niet meer hoe ik jou moet helpen. Maar... En ik weet niet... Schat, hoeveel ik ook van je hou. Ik denk dat het voor ons allebei beter is als we echt even afstand van elkaar nemen.